Maar nu is het wel duidelijk wat het gaat worden. Hallo, goedemorgen. Hey, tekstje, pekstje. Goedemorgen. Het slijm wordt gewoon harder. Hey, kijk, kijk, kijk. Oh. Hallo, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. En ja, wij zaten net te kijken of mijn slijm al hard was. En nou, al wel een stukje harder, maar ik denk dat ik nog een week moet laten staan. Goedemorgen. Nou, Jola en ik die hadden eerst afgesproken dat ze naar de opvang zou gaan vandaag. Maar dat hebben we afgezegd, want we realiseerden ze ons ineens dat vandaag eigenlijk de laatste dag is van de week dat we samen zijn. Want morgenochtend gaat ze naar de vader. En dat vindt ze heel moeilijk en ik ook. Want dan zien we elkaar een week niet. Dus we hebben besloten dat ze vandaag nog even lekker thuis blijft. En ja, we zijn er een beetje verdrietig van. Hè? Ja. Het komt wel goed, schatje. We gaan leuke tattoos bij je zetten straks. Hey, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Schatje patatje. Schatje patatje, dat ben ik. Ja. En dat ben jij. En jij. En dat ben jij. En wij allemaal. Ja. En jij. En jij. Buikje. Mijn schatje was vergeten om te filmen wat voor overheerlijk zij heeft gemaakt. Het is jammer dat jullie dit niet kunnen ruiken. Er moet nog banaan op. Maar er zit... Oh, we hebben geen banaan. Oh, overheerlijk. Oh, zit ik hier op te tikken? Seriously? Ik wil scherp stellen, ik zit hier op te tikken. Ja. Dit is geen grapje dit. Wacht, ik doe het nu met mijn neus. Hello. Oh, we hebben nog een banaan. Is dit de laatste banaan? Ja. Dit is vooral wat je ruikt. Schat. Heb je honger, Dex? Oh. Hoi Dex, wil je eten? Eten? Wil je eten? Op een dag zeiden we waar de meeste ballonnen van zijn, dat wordt het. En dat waren er van evenveel. Ja, toen waren het er evenveel precies. 9, ja. Maar nu is het wel duidelijk wat het gaat worden. Want ja, een jongetje. Goed gezien, joh. Jola, die zag het ineens. We gaan het zien, we gaan het merken. Het wordt een jongetje. Ja. Oh jee, dat wordt moeilijk om een naam voor te bedenken. Nee. Ja, dat lukt ons wel hoor. Hele coole tattoos hebben we net gedaan bij haar. Laat ze eens zien. Boom. Deze? Nee, eerst deze. En deze. Ah, mooi, schat. Zo perfect. Ja. We gaan even een broodje eten. Ik heb 1 video geëdit. Ik moet er nog iets van 3 of zo. En ik ga zo de tas inpakken voor Ibiza. En voor jou ook, voor bij papa. Dus druk, 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 druk. Heel druk. Ja. Poppen. Vind je fietsje? Hokka Tonkana. Ik wil Hokka Tonkana. Kijk hem nog aan. Kijk hem nog aan. Hokka Tonkana. Pina colada. Pina colada. Hokka Tonkana. Gekregen. Dus die gaan we even uitproberen. Dit is een blend van avocado, sinaasappel, banaan en kokos. Raps. Oeh. Lekker hè? Ja. Ik zat lekker even een broodje te maken. Ik wil een broodje gaan maken met een beetje stroop. Oh, nou, mijn broodje is klaar. Met aardbeidjes volgepropt. Leuk hè, mam, dat ik er tussen, dit ertussen heb gedaan. Hihi, bye. Zo, ik ga naar Ibiza en ik neem mee. Nou, ik heb hier alvast alle gewassen korte zomerkleding verzameld. Waar waarschijnlijk grootste gedeelte van mee gaat. Maar dat is natuurlijk eigenlijk allemaal niet echt nodig voor een weekje. Dus ik moet wel een beetje kritisch zijn. Er zijn ook een aantal jurkjes die niet mee kunnen helaas. Want die vind ik heel leuk. Maar
Deze ook. Heel leuk. Maar die pas ik allemaal niet meer. Hier pas ik dingen niet meer. Hier niet. Bikini die ik niet meer pas. Dus hij heeft geen nut. Oké, ik ga even alles wat ik niet meer pas, ga ik in een mand gooien. Dat is wel grappig. Die heb ik op AliExpress besteld. En dan heb je die kant. En die kant. Ik kan hem twee kanten dragen. Grappig. Maar ik weet nog niet of dit topje past. Want dit, waarom zit dit zo ver uit elkaar? Huh? Dit rokje, zal ik dit meenemen? Nee. Het is sowieso te warm. En deze sportbroek. Oh ja, die neem ik mee, die sportbroek. Kennen jullie deze al? Die had ik ook op AliExpress besteld. Die is zo leuk. Ja. En nu heb ik al genoeg sport. Nu heb ik al twee sportbroeken. En de kans dat ik ga sporten in één week is niet heel groot. Nee. Niet heel erg groot. Niet heel groot, nee. Oh ja, dit neem ik wel mee als bikini. Die. En het hoge bikini broekje. River Island. En Esprit. Een leren broek. Waarvoor ligt dat nou weer hier? Dat ga ik echt niet meenemen. Kijk, dit broekje vind ik ook niet meer zo leuk. Ga je deze mee? Nee. Dit is mijn sandaaltje met lint eraan. Dit zijn echt mijn favorieten. Ze zijn ook al helemaal afgelopen, maar ik kan ze nog steeds aan. Die vind ik zo leuk. Die zijn van Pasha. Vooral vanwege dit lint. Pasha? Zo leuk. Pasha. Laat zien. Dit is een soort badpakachtig ding. Dat is leuk. Onder een spijkerbroekje. Dus het is van Xixili Girl. Geen idee. Zou ik vast wel ooit op Ali hebben besteld of zo. En dit is mijn favoriete broekje. Die moet mee. Oh, mama, ik heb voor je die dit. Van de Zara. Deze van de Zara. Mijn favoriete. Oplaadflamingootje. De grote oplaadflamingo gaat trouwens ook mee. Maar die stop ik gewoon in Bart's tas. Maar die is toch kapot? Nee, die flamingo niet. De unicorn is kapot. Oh. Cutie, cutie shirtje. Zo leuk met een spijkerbroekje. Mijn allermooiste jurkje is deze. Echt super mooi. Tadaa. Ik ben alleen heel erg bang dat ik hem niet meer pas, want het is geen rekbare stof. En normaal zat hij al heel strakkig. Dus, maar ik ga het zo wel even passen als ik hem toe ga omkleden. Zo, het is nog maar vroeg, 5 uur, maar ik moet alvast eten gaan maken. Want we moeten Dexy nog wegbrengen naar Bart's ouders. En ik wil dat we op tijd terug zijn, want ik wil dat Jola echt een beetje vroeg slaapt vandaag. Ik wil echt dat ze even uit haar vakantieritme komt en weer een beetje in haar normale ritme komt. De ingrediënten voor de zoete aardappelsoep. Let's make it. Ben je weer bij je oppas, opa? Ja. Voor de pitbull taxi. Want we hebben nog een laagje voor. Oh mijn god. Nou, ik ga er niet over hoor. Ik doe dit niet. Dexy gaat mee naar Binge volgende keer. Dexy gaat mee naar Binge. Wat gaat hij naar binnen? Ben naar Binge of Wasteland. Oh yeah. Oh god. Het is ook echt nog zo breed. Even op zo eens kijken. Ik heb wel pijn hoor. Ik heb wel pijn. Begin lekker Dex. Hè? Mama. Dag. Doei. Doei Dexy. Nou, ik heb dit jurkje toch even aangedaan om te kijken of het nog wat was. Ik weet zeker dat wanneer ik dit aan Bart laat zien, dat hij gaat zeggen, dat kan nog prima, Disna. Maar ik vind echt dat mijn bil echt veel te erg bijna eruit komt. Dus als ik hiermee ga lopen. Nee, dat wordt echt, vind ik echt een beetje te ordinair. Zeker voor iemand die zwanger is.
En mijn buikje zie je er wel mooi in. Ja, het is echt een super mooi jurkje. Ik ben zo gek op dit jurkje. Maar die blijft gewoon mooi in de kast hangen. Voor een volgend leven. Het is toch nogal een volle koffer geworden voor een weekje. Die van Bart ook. Maar er zit wel de flamingo in. Die neemt heel veel plek in beslag. Dus ik ben blij dat alles lekker is ingepakt. Ik ben het afgelopen uur ongeveer bezig geweest met het zoeken naar mijn oplader van mijn camera. Van mijn grote camera. Die was ik kwijt. Bleek ergens achteraf in een doosje te zitten. Geen idee waarom ik het daar heb gestopt. Maar sinds ik zwanger ben, leg ik wel vaker soms dingen op hele rare plekken. En dat kan soms heel veel gezoek en gestress opleveren. Best wel irritant is dat. Daarom hoop ik echt dat zodra we terugkomen uit Ibiza, dat ik eindelijk kan gaan beginnen aan onze mega grote opruimactie hier in huis. Maar anyway, dat allemaal voor later. Die plannen zal ik allemaal wel op vakantie maken. Ik moet zeggen, ik heb... Ja, dat klinkt echt heel raar. Maar ik heb niet zo heel erg veel zin. Dat komt vooral omdat Yoda mij heel erg gaat missen en ik haar. En omdat ik de laatste tijd bijna alleen maar weg ben. Ik wil eigenlijk best wel graag gewoon lekker even een tijdje gewoon thuis zijn. Maar ik ga natuurlijk wel lekker uitrusten en genieten, tuurlijk. Als ik morgen in het vliegtuig zit, dan krijg ik wel hartstikke veel zin in. En als we in het huisje komen, wat volgens mij hartstikke leuk eruit ziet. Ook, ik zal het nog heel even laten zien. Eerder had ik gezegd dat we bij Airbnb hadden geboekt. Maar nou blijkt dat we bij Booking.com hebben geboekt. Maar het ziet er super relaxed uit. Kijk, zwembadje erbij. En we zijn maar met z'n viertjes. Dus we hadden niet gedacht dat het nog mogelijk ging zijn om iets te hebben met een eigen zwembad. Maar we hebben dus nu toch dit gevonden. En vooral de locatie vinden we echt heel fijn. Want het zit wel een beetje in de bergen. Maar het zit heel erg centraal. En een beetje in de buurt van de stad. Dus dan kunnen we eigenlijk een beetje alle kanten uit in Ibiza. Echt heel fijn. Oh, en mocht je het trouwens leuk vinden om even terug te kijken naar onze Ibiza-avonturen van vorig jaar, dan kun je die hier in deze video zien. Want vorig jaar ging het er net, denk ik, even iets wilder aan toe, want toen was ik nog niet zwanger. Dus zo'n vakantie zal het nu niet echt worden, maar vast wel een klein beetje. Nou, tot zondag. Dankjewel voor het kijken en vergeet niet, abonneren is gratis.